groot stuk vandaag in de Telegraaf geschreven. Onder andere John van der Heuvel. John, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat spookte jullie Sander Erre precies allemaal uit daar? Ja, dat is al jarenlang eigenlijk een van de leidende figuren in de motorwereld. Was lid van de Hells Angels. Is daarna eigenlijk, toen hij in verband werd gebracht met ernstige strafbare feiten, opgepakt en veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Is toen onder meer geplaatst in Zwaag en in Zaanstad. En vanuit die gevangenis heeft hij een nieuwe motorclub opgericht, de Hardliners. Die minstens zo gewelddadig was als de Hells Angels. Of is eigenlijk, moet ik zeggen, want die club bestaat nog steeds. Ja. En in die gevangenis, daar is hij een soort van leider en perst die andere gedetineerden af, mishandelt die mensen, intimideert die bewaarders, zet die volgens alle verdenkingen, ook de criminele activiteiten die hij buiten uitvoerde, die zet hij voort vanuit de gevangenis. Heeft enorm veel vrijheden omdat het personeel gewoon bang voor hem is. De man is dus eigenlijk gewoon een ongelijk projectiel binnen de muren van die PI Zaanstad. En ja, medegedetineerden ergeren zich daaraan, maar ook gevangenismedewerkers. En die hebben ons benaderd al een tijdje terug om dit verhaal te vertellen. We hebben dat verder uitgezocht en dat heeft inderdaad geleid tot vanochtend een publicatie in de krant. Maar het gaat zelfs zo ver, ik zie jullie dingen schrijven in dat artikel over wanneer de gestofzogen moet worden. Wordt dat uitgesteld zodat hij rustig kan uitslapen. Hij wordt ook gezien in de hokken van medewerkers. Nee. En dan heeft hij het gewoon een soort van overgenomen, die gevangenis daar. Ja, hij heeft althans volgens de bronnen dan een uitzonderingspositie. Vooral omdat iedereen bang voor hem is. En hij vormt dan een soort van, wat dan wordt genoemd, een Zaanstadkartel met twee medegedetineerden. Dat is iemand die verdacht of veroordeeld is voor de moord op DJ Jordy. En iemand die gelieerd is aan mokromafia-activiteiten. Dat is Arthur M. En die drie kopstukken zouden eigenlijk zo'n beetje de dienst uitmaken binnen die gevangenis, in plaats van de directeur van de gevangenis. Hoe kan het zo ver komen, John? Dat is een probleem wat in meer inrichtingen speelt, hoor. Dat prominente gevangenen of leden van de mokromafia eigenlijk een beetje de dienst uitmaken. Dus het is goed dat daar nu eens een keer naar wordt gekeken. En ook naar deze specifieke situatie, maar ook in zijn algemeenheid. Ja, wat Mart zegt, want hoe kan het zo voorkomen? Want je hebt toch gewoon beveiligers? Er is toch een gevangenis erop ingericht dat een gedetineerde, zeg maar, gewoon onder toom wordt gehouden, of niet? Ja, maar goed, het is niet zo zoals je dat bijvoorbeeld in sommige landen in het buitenland hebt, dat gedetineerden echt 23 of 24 uur per dag op een cel zitten. Dat is bijvoorbeeld wel in de EBI in Vught, die extra beveiligde inrichting. Maar de meeste gevangenissen hebben een tamelijk liberaal beleid. En dan kunnen gevangenen ook gewoon overdag hun cel uit. Of die kunnen aan activiteiten deelnemen. Dus die hebben al best veel vrijheid. Nog even een persoonlijke vraag. John, hoe is het met jezelf na het overlijden van Peter de Vries ook en zo? Dat is natuurlijk een heftige periode geweest. Ik heb bewust even een tijdje de luwte opgezocht. Omdat ik echt helemaal kapot was van wat er was gebeurd. En nog eigenlijk. Ik moet ook zeggen, ik heb... ik roep altijd, ik heb de leukste baan ter wereld. Maar de glans was er al een tijdje vanaf door het hele gedoe met bedreigingen en beveiligingen. En toen gebeurde dat met Peter. Wat afschuwelijk is en ontzettend verdrietig. En dat heeft me diep, diep geraakt. En dat is de reden dat ik eventjes geprobeerd heb me te herpakken. En ik ga nu de draad weer oppakken. Ja. Maar het was een gitzwarte zomer. Ja, dat geloof ik inderdaad. En die draad weer oppakken, dat gaat een stukje bij beetje, denk ik. Heb je er nog wel vertrouwen in? Of je kan me zo goed voorstellen, als je ook gewoon een gezin hebt en zo, dat je denkt van, dit is het wel, ik ben er wel klaar mee. Of voel je het nog ergens wel een vuurtje? Ja, natuurlijk gaat dat af en toe door je hoofd. En zeker kort nadat het was gebeurd. Maar daarna realiseer je toch wel, en dat bespreek je dan met mensen die dicht om je heen staan ook natuurlijk, van als je nu het beltje erbij neergooit, dan is eigenlijk alles voor niks geweest. En dan hebben ze ook nog eens hun zin. En die lol gun ik ze toch niet. Dus ik wil niet zeggen vrolijk door. We gaan wel door. En ik merk wel op het moment dat je bijvoorbeeld ook dit soort verhalen aan het uitzoeken bent, dan vind ik dat ook wel weer boeiend en interessant om te gaan doen. Dus van ons zijn ze nog niet af. Nee, dat is heel goed om te horen. Ja, want we zijn heel blij dat je dat doorzet. Succes, de komende tijd heel veel sterkte ook met alles, hè? Dankjewel. Oké.